bent een mevrouw uit Amstelveen. Ja, ik weet het gelijk. Ja. We hebben al door de telefoon gelachen, hè? Ja. Oh, u was altijd de ervaren lacher. Ja. Ja, en uw vriendin nog niet. Ja. Oh ja, ik dacht, we moeten nog leren. Ja, maar waar hebben we gebleven? Ik ben het even kwijt. Ik ben de draad kwijt. Ik ga het gewoon lachen. Nou, als je meer lacht en met zeg maar fake, dus nep lachen. Hoe meer je dat doet, hoe makkelijker je ook op je echte lach komt. Want het wint je ook op, dat lachen, hè? Oh ja? Ja. Ja. Ja, dat is wel... Ja, ik ben al uit bij... Nou, ja, nee, het wint je ook op, dus het is ook weer belangrijk. Ik moet wel straks weer even rustig de les kunnen geven. Ja, ja. Of de les. Ja, het is nog een soort les, hè. Nou ja, zoiets. Maar in welke zin wint het u op dan? Als je veel gaat lachen, dan krijg je ook, je maakt veel adrenaline aan en je maakt endorfine aan. Dus dat geeft je ook een soort vorm van opwinding. Wat zo'n dame! Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb hem aan. Grasmaaier, ik ga grasmaaier. En weet je wat er nou gebeurt? Dat knopje gaat vastzitten. En ik kan hem niet meer vasthouden. Hoe voelt u zich nu? Heel relaxed. Heel ontspannen ook. Hè. Je kunt er weer helemaal tegenaan vandaag. Ik ben ervan overtuigd dat als je elke dag eventjes 5 minuutjes oefent, dat je gewoon echt vrolijk in het leven staat. Maar sta je morgen dan ook op en ga je de grasmaaier doen, zeg maar? Ja, bij wijze van spreken. Maar welke oefening gaat u nou bijvoorbeeld thuis doen om de dag nou, te beginnen? Nou, ik denk achter de maaimachine. Ons gras moet nou toch gemaaid worden.